Yo mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuwe Pokémon Go video hier op mijn kanaal. En oh my god, ik wil mijn intro doen, maar er spant een Squirtle gewoon op mijn huis. What the fuck? Oké, mijn intro die ga ik dus lekker zo doen. We gaan eerst even deze Squirtle vangen en we gooien er een Pokéball op. Dat gaat toch niet lukken. Jongens, dit betekent gewoon dat de aflevering goed gaat beginnen. Stel je voor, er komt opeens een Squirtle nest op mijn huis. Nou, dan word ik nogal gek. Maar we gaan even lekker een Grapeballetje erop gooien. Go. Oké, we hebben een raak gegooid. Het is een nice Squirtle. Wees even lekker aardig tegen mij. En ga in mijn balletje. Dankjewel. Wij hebben een Squirtle gevangen. De aflevering is net begonnen. En nu ga ik daadwerkelijk even mijn intro doen. Maar eerst even appraisen. Bla 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 bla. Nee, je shit. Nou, dat is wel weer jammer. Ten eerste doe ik even shout-out aan Dirk. En mensen, kunnen wij weer de 2000 likes halen? Dat zou ik tof vinden. In de vorige aflevering zou ik 2-10 kilometer eieren uit laten komen. Dat is helaas niet gelukt. Maar jongens, als we nu naar de eitjes gaan, dan zien we dat bij 2-10 kilometer eieren bijna uitkomen. Voor de een nog 700 meter, voor de ander nog 1 kilometer. Dat gaat in deze aflevering sowieso gebeuren. Dus wij gaan gewoon niet lekker langer wachten. Ik wil gewoon lekker gaan fietsen. Lekker die 2-10 kilometer eitjes uit laten komen. Wat ik eigenlijk hoop is dat wij een Snorlax krijgen. Of een Aerodactyl. En verder, als ik een hoge IV-Eevee krijg, ben ik er ook helemaal niet treurig om. Maar wat ik echt niet wil, is een Pinsir, Electrobus, Scyther en een Jinx. Als ik één van die krijg, dan... Oh my, dat zou echt heel erg kut zijn. Maar hoe kom je nou achter hoe je die Pokémon krijgt? Door gewoon die eieren uit te laten komen. Dus let's go. Trouwens, voordat we gaan, ga ik nog één ding zeggen. Want ik merk dat er heel veel mensen op mijn kanaal komen die niet geabonneerd zijn. Dus ben jij nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal en vind jij Pokémon een leuke game? Abonneer dan even zeker op mijn kanaal, want ik upload best wel vaak Pokémon. Dus ja, leuk. Oké, voor de 10 kilometer eieren uitkomen, eerst ga ik even een Poliwag vangen. En ik film dit niet zomaar, want dit is volgens mij gewoon een Poliwag spawn. Ik heb het al eerder gezegd in een video. Een van mijn eerste video's volgens mij. Maar we komen alleen maar Poliwag tegen. Dit is al de derde in 5 minuten. Dus dat is fucking nice. Hij is alleen maar 218 CP. Maar de candies van de Poliwag die schieten aardig op. En wij willen een Poliwrath. En we hebben nog geen goede IV Poliwag. Dus elke Poliwag is eigenlijk interessant. Misschien komen we wel een hele goede tegen. Dus daarom gaan wij deze even vangen. Misschien is het dan 100 IV Poliwag. Ik denk het niet, want hij is lage CP. Maar you never know. Dus vangen gaan we sowieso doen. Jongens, come on. Jongens bedoel ik. En oké, wij hebben de Poliwag. We gaan nu even kijken hoeveel IV die ongeveer heeft. En oké. En appraise. Bla 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 bla. Hij is heel erg shit, maar we hebben wel al 84 candies, dus we zijn lekker op weg. Oké, jongens, we staan nu in een bos en het is in ieder geval tijd voor het eerste 10 kilometer eitje. Zoals ik al zei, wij willen geen Pinsir, Jinx of gewoon een shit Pokémon. Dat willen wij niet. En nog een Lapras zou ik helemaal niet verkeerd vinden. Een Aerodactyl, een Snorlax of een goede IV Eevee. Dat is wat wij willen. Dus wij gaan op een 10 kilometer eitje klikken. Of ze allebei achter elkaar uitkomen, dat weet ik niet. Maar jongens, wij krijgen... Magmar, oké. We hebben hem nog niet. Je kan hem wel op zich, nou makkelijk wil ik niet zeggen, maar je kan hem op zich wel vangen. Dat is niet onmogelijk. Maar een 1203 Magmar. Dan gaan we even lekker appraisen. Misschien is het wel heel goed. Oké, het is waarschijnlijk ook een hele goede Magmar of een goede IV. Dus gaan we lekker als favoriete doen. En het andere 10 kilometer rijtje komt nog niet uit. Die komt uit over 200 meter. Dat kan dus elk moment gebeuren. Dus dat gaan we nu even doen. Oké, 10 kilometer rijtje is nog niet uitgekomen. Maar wat er wel is tegengekomen is een Venonat. Venonat. En dat is op zich wel een nice Pokémon. We kunnen hem al evolven. We hebben nu in iets van 82 IV Venonat. Ze kunnen misschien wel deze aflevering gaan doen. Maar eerst gaan we deze vervangen. Want wie weet is deze wel beter. En dan kunnen we deze gaan evolven. Ik wil natuurlijk zo'n goed mogelijk IV Pokémon. Alleen de CP van deze Venonat die is best wel shit. Maar we hebben hem in ieder geval gevangen. We gaan hem lekker appraisen. En eigenlijk denk ik dat hij niet zo heel goed is. Aangezien zijn IV heel laag was. Nee, hij is niet zo goed. Dan gaan we even naar Pokémon. Dit is de Venonat die wij waarschijnlijk in deze aflevering gaan evolven. 84 Venonat. 544 CP, hij is dus super goed. En daar heb ik zoveel zin in. Dan krijgen we een hele zieke Venomoth. Want we hebben nu al Venomoth. Alleen die is gewoon heel erg slecht. Maar nu jongens, het 10 kilometer eitje. Come on. Oké, tweede 10 kilometer eitje. Die komt nu uit. We gaan er gewoon lekker meteen op klikken. Alsjeblieft, geef mij een fucking Snorlax. Come on jongens. Oh nee, een Scyther. Ga je gedragen? Nee. Dat was nog een van die Pokémon die wij gewoon niet willen. Hij is wel 1000 plus CP.
En Appraise, hij is waarschijnlijk ook nog goed. Oh my god, jongens. Ik wou een Snorlax. We hebben ook geen Eevee nu. Dit is jammer. Ik wil gewoon een Eevee vangen, want ik zit op het moment op ongeveer 80 Eevee-kennis. Ik heb net eens een Eevee die we kunnen volgende dag CP is. Ik heb al mijn Eevees getransferd, want ik wil gewoon een goede Eevee, een goede Eevee. Eevee, maar dat hebben wij nog niet gevonden. En we komen ook geen Eevees meer tegen, wat ik best wel jammer vind. Nu op de sidings is alleen maar een Sparrow, verder niet echt heel veel. Maar we gaan lekker fietsen, hopelijk komen we goede Pokémon tegen. Komen we dat niet, dan gaan we gewoon goede Pokémon evolven. Deze Slowpoke, die is nu 2x2 kilometer van de 3. En als die 3 is, dan kunnen wij hem ook evolven. En ik zal jullie even laten zien, want ik heb nu een hele goede Slowpoke. Gisteren kreeg ik een Slowpoke uit een ei en hij is 95 IV. Beter dan dat kan je natuurlijk wel krijgen, maar niet heel veel beter dan dat. Dus dit wordt echt een hele grote beest. Verder hebben wij ook nog wat andere zieke Pokémon. Alle Pokémon die boven de 80 IV waren, die heb ik dus geappraised. En heb ik even alles gekeken hoeveel ze zijn. Zoals we naar favoriet gaan, heb ik nu best wel goede Pokémon. Die Lapras is 84. Die Magmar moet ik nog doen. Tangela 87. En ik had een 91 Pidgeotto, maar we zijn een Pidgeot tegengekomen gisteren in de aflevering. En die is 93 IV. Ook de Rhyhorn uit het eitje, die was 82 IV. Ook die Venonat van gisteren, 84. En Nidoran 86. Nog Sparrow 86. Jongens, we hebben best wel veel goede Pokémon die we gaan kunnen evolven binnenkort. Waarschijnlijk gaan we in deze aflevering de Slowpoke en de Venonat evolven. Want veel andere dingen vallen er op het moment niet echt te evolven bij mij. Misschien een Merpat van 86. Nee, dat gaat ook niet lukken deze aflevering. We gaan gewoon heel veel pitches en weet ik wat allemaal vangen. Zodat wij gewoon hele vette Pokémon kunnen evolven. Want we willen natuurlijk ook die Pidgeotto, die willen wij ook evolven. Alleen een beetje jammer dat zijn CP niet zo heel goed is. Maar jongens, fuck it. Wij gaan weer lekker fietsen. We gaan nog wel kilometers maken, want de andere eitjes, die moeten nog 2,5 kilometer. Misschien zeg ik, kan ik die laten uitkomen. Ik kan niks beloven. Maar we gaan in ieder geval lekker ons best doen. Deze andere eitjes gaan we trouwens even lekker incubaten. Die 5 bewaar ik, want ik wil liefst meerdere eieren tegelijk. Deze 2, die ga ik wel allebei lekker incubaten. En dan moet ik even een gratis incubator gebruiken, want die heb ik. En nu gaan wij weer lekker fietsen, lekker eieren hatchen. En wie weet komen we nog een vets tegen. Helaas hebben wij geen incense meer. Die heb ik gisteren allebei gebruikt. Wij gaan dus waarschijnlijk binnenkort weer even wat coins kopen en lekker incenses kopen. Want de incense is echt super chill. Om de paar minuten gewoon weer een Pokémon op je. En dat is gewoon heel erg fijn. Daar in de verte is ook een leur. Misschien kunnen we lekker een leurtje gaan plaatsen. Ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb er zin in vandaag. Ik heb lekker tijd vandaag. Dus wat gaan wij doen, jongens? Ik wil gewoon een hele vette aflevering maken. Dus let's go. Wij gaan weer fietsen op de welbekende postcode loterijfiets van Jesse Knijn. We staan op het punt om de 2 kilometer eieren te laten hatchen. Die moeten nog 90 meter. Maar dat heb ik natuurlijk al lang gedaan. Ik moet alleen wachten tot het update. En die 5 kilometer eitjes die komen ook bijna uit. Dat gaan we waarschijnlijk ook gewoon in deze aflevering doen. Maar zoals jullie zien zit ik nu op een pokestop. En uit deze pokestop kreeg ik weer een 10 kilometer eitje. Dus die gaan we weer even lekker meteen incubaten. Zodat we meteen alle kilometers kunnen meemaken. Wat ik ook ga doen, ik ga hier even lekker een lure op zetten. Dan ga je weer even lekker een half uurtje chillen. Hopelijk komen we wat goede Pokémon tegen. Je weet spannend wel gelijk een Dragonite, you never know. Maar eerst gaan we lekker wachten tot het 2 kilometer rijtje uitkomt. Of de 2 kilometer rijtjes. Nou, even een updateje van de lure. Het enige wat we hebben gekregen was een Rattata. Nou ja, we zijn nog lang niet klaar. We hebben nog 20 minuten lure. Maar de 2 kilometer eieren die komen nu uit. En het is heel raar om te zeggen 2 kilometer eieren. Maar come on, een starter. Of een Geodude, dat is wat we willen. Of een Magikarp. Oké, dat is ook zeker niet verkeerd. Een Magikarp vind ik sowieso een nice. 140 CP en zijn IV really strong. Oké, dat is best wel jammer. We willen gewoon de beste hebben. Dus deze gaan we lekker transferen. Ook al is die hoge CP. En dan nu ons tweede 2 kilometer eitje. Come on. En Pidgey. Oké, dat is nou heel erg jammer. Pidgey zijn niet zo leuk, maar hij is heel goed. Oké, het is waarschijnlijk een goede Pidgey. Dus die gaan we binnenkort even de IV van uitrekenen. We gaan lekker als favorieten doen. En de lure is echt heel slecht. Dit is serieus mijn tweede Pokémon van de hele lure. En hij staat er ongeveer 10 minuten op. En het is een 10 CP Rattata. We hebben nu gewoon 2 Rattatas gekregen. Jongens, waar is mijn Dratini op? Gewoon even een leuke Pokémon. Come on jongens, wij willen gewoon leuke Pokémon vangen. Daarom komen wij hier naartoe om een lure erop te zetten. En niet voor Rattata's, want die vang je overal. Oké, we zijn inmiddels weer even een stukje verder. En ik ben hier gewoon even aan het zitten. Maar de spant serieus geen hele goede Pokémon. Dus even naar Pokémon gaan en dan gaan we naar Recent. En wat ik nu zeg, dat is echt. Ik heb elke Pokémon gevangen die op de lure kwam. En ja, een Rattata Sparrow en nog een Rattata. What the
fuck. En daar betaal je dan een euro voor een lure. Nou ja, geweldig. Maar aangezien we toch niks te doen, dan ga ik jullie even wat leuks vertellen. Want, hey, een Zubat, leuk. Oké, okay, maar de Pokédex. Sommige mensen die denken misschien, hoe kan het opeens dat er bijvoorbeeld een, weet ik veel wat, een Gyarados staat. Maar die heb ik helemaal niet gezien. Dat komt als jij nu op een gym klikt en er staat een Gyarados in de gym, dan komt die automatisch in je Pokédex. En dat vind ik echt een super vette update. Dat is in de echte oldschool Pokémon games ook. Als je gewoon een Pokémon tegenkomt, dan maakt niet uit waar, dan komt die gewoon in je Pokédex. En zoals je nu ziet, is dat dus hier ook. En daar ben ik heel blij mee, want dat vind ik gewoon heel erg vet. Ik weet niet, ik vind het gewoon wel wat hebben. Puur omdat het van de oude Pokémon games, zoals in die speelde ik ook. En deze Dragonite jongens, ooit gaan wij die ook vangen of evolven. Maar daar zijn we nog lang niet. Maar waar we wel misschien in de buurt komen, is een Golem. Wij hebben nu volgens mij iets in de 40 candies daarvoor. Oké, ja, we hebben nu 48 candies, bijna 50. Dus wat wij weer gaan doen, wij gaan slopen ook weghalen van onze buddy, want we hebben die candy die we nodig hadden. En wij gaan daar eventjes lekker niet Geodude. Wij gaan Graveler er neerzetten. Let's go. Wat een beast. We zijn op het moment thuis. Dus zoals jullie kunnen zien, mijn 5 kilometer eieren, die horen nu gewoon uitkomen. Ze staan op 5 van de 5. Waarom ze niet uitkomen is mijn raadsel. Maar wat wij dus eerst even lekker gaan doen, wij gaan even een paar Pokémon evolven. Deze Slowpoke 95 Ivy, die gaan we lekker evolven. En ik hoop serieus dat het een hele goede slow, hoe heet het ding? Een Slowbro wordt. Jongens, come on. Een zieke Pokémon en ga weg, mug. Daar is hij. Dat is weer een nieuwe Pokémon in onze Pokédex. En hoeveel CP wordt die, jongens? Oh, de Registered Pokédex, dus dat is natuurlijk de troll altijd. En 1399 met een moveset die op zich wel decent is. We hebben nu gewoon een 95 Slowbro. What the fuck. Het is nu ook onze tweede beste Pokémon. Wij gaan nog een paar Pokémon evolven. Wij gaan namelijk even deze Venonat evolven. Dit is een 84 IV Venonat van 544 CP. En hopelijk wordt deze ook boven de 1000. Ik weet niet wat zijn multiplayer is, maar hopelijk is hij wel een beetje hoog. Dus come on guys, een nieuwe Pokémon in de Pokédex. Wat zeg ik? Dat is helemaal niet zo, want we hebben er al een keer een gevangen. Maar hoeveel CP gaat die worden, jongens? Boom! 1003. Oké, okay. Ik had wat meer verwacht, maar op zich wel prima. Weer een Pokémon boven de 1000. En onze 5 kilometer eieren komen nu opeens random uit. Dit is de eerste. En, oké, okay. En Aris, je bent, of ik daar blij mee ben, ja en nee. We hebben 14 candies bij, we moeten nu nog 75 candies. Dan kunnen wij de volle evaluatie doen. Of nog 25, ik heb geen idee eigenlijk. Maar, tweede 5 kilometer eitje, kom op. Geef mij een Growlithe of een Vulpix, dat vind ik gewoon een hele nice Pokémon. En weer een Oddish. Oké, okay, we hebben nu waarschijnlijk 28 Oddish candies in één keer erbij. Dat is wel nice. Nee, we krijgen er nu maar 10, maar 600 CP. Dat is ziek. En dit is volgens mij het laatste 5 kilometer eitje wat wij gaan krijgen. Geef mij niet weer een Oddish. En een Psyduck. Oké, okay, een Psyduck, dat vind ik wel echt heel kut. Oké, okay, maar wij gaan dus even nog een paar Pokémon evolven. Deze 93 Pidgeotto. Die gaan we ook evolven. En dan hebben wij nu een 93 Pidgeot. En een 91 Pidgeot, wat echt super nice is. Dus ik hoop dat deze move combo best wel goed is. De CP die wordt waarschijnlijk toch niet goed, dat weten we al. Maar de move combo, come on, ik wil een hele goede hebben. En, oh, een CP niet goed, dat valt eigenlijk best wel mee. 948, alleen zijn moveset is zo slecht. 30 Air Cutter, oh my god. Dan gaan we als laatste deze Sparrow even evolven. Zijn CP is niet heel hoog. Maar hij heeft 86 IV en we hebben genoeg candies, dus ja, waarom niet? Want van die lure kregen wij serieus alleen maar Sparrows, Pidgeys en Rattata's. En van deze verwacht ik eigenlijk niet eens heel veel. En hij is 731 CP met een slechte moveset. Ja, oftewel gewoon heel slecht. Maar mensen, jullie was de aflevering. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Check ook mijn social media in de beschrijving. Check ook mijn andere video's op mijn kanaal. En dan zeg ik, later mensen.